Ja, welkom op mijn kanaal. Ik ben Find the Creator en we gaan het hebben eindelijk over Clubhouse. Clubhouse, wat is het? Nou, ongetwijfeld zal het je niet ontgaan zijn. Clubhouse is de nummer 1 app momenteel die ontzettend viral gaat. Clubhouse is een op invite-only gebaseerde audio-chat networking app. Maar wat betekent het nou? In Jip en Janneke taal betekent dat je met deze app in virtuele kamers samen kan komen om gesprekken te voeren. Audio, geen video, audio. Gesprekken te voeren en met elkaar te chatten. Clubhouse is april 2020 gelanceerd en heeft inmiddels al 2 miljoen actieve geregistreerde gebruikers vanaf januari 2021. Twee interessante ontwikkelaars, Paul Davidson en Rowan Zett, hebben Clubhouse dus in april 2020 gelanceerd. En momenteel is Clubhouse alleen beschikbaar op iOS. Android en andere operating systems zullen nog heel even moeten wachten voordat de app beschikbaar wordt gesteld voor andere besturingssystemen. Maar dat zit zeker in de toekomst. Clubhouse, de app die niemand zag aankomen. Clubhouse speelt inderdaad in op een bepaalde behoefte. Met Clubhouse heb je de mogelijkheid om in virtuele kamers over welk topic dan ook met elkaar in discussie te gaan. Clubhouse is absoluut het platform, het nieuwe social media platform die ja, zeker heel goed gaat concurreren met alle platformen die er nu al zijn. Denk aan een Facebook, denk aan een Snapchat, een Instagram. Ja, je hebt het absoluut goed bij het juiste einde. Clubhouse is hier en gaat voorlopig nergens naartoe. De early adopters die weten al wat de macht en kracht is van Clubhouse. Early adopter wil zeggen mensen die nieuwe dingen snel adopteren, snel erop springen. En die hebben inmiddels ook wel een groot bereik op Clubhouse. Maar wat betekent Clubhouse voor jou en mij? Wat kan Clubhouse voor de eenvoudige ziel daadwerkelijk betekenen? Nou, ik heb een serie opgenomen. Je kijkt nu naar deze serie. Het is nu deel 1 van de serie over Clubhouse. Want hoe kunnen we dit nieuwe social media networking app nou goed gebruiken voor onszelf, onze persoonlijke ontwikkeling? Hoe kunnen we het wellicht op zakelijk gebied goed inzetten? Hoe kunnen we onze kennis verrijken met Clubhouse? Maar zijn er ook risico's verbonden aan Clubhouse? Kijk, ik als jonge ICT'er heb heel veel zien komen en heel veel zien gaan. En hoewel Clubhouse echt iets nieuws en echt iets moois is en we ook zeker gebruik moeten maken van een dergelijk platform, zijn er zeker wel risico's verbonden aan Clubhouse. Ja, veel risico's zelfs. En daar wil ik het graag over met jullie hebben. Met name het hoofdstukje, de nadelen van Clubhouse, wil ik je in het bijzonder adviseren om te bekijken. Maar Clubhouse zelf. Goed, wie vind je op Clubhouse? Inmiddels vind je bijna iedereen op Clubhouse. Van politici, van celebrities, de buurman, je vrienden, collega's. Nou, iedereen heeft de mogelijkheid om een virtuele kamer aan te maken om zijn eigen club te vormen. Ja, wat is een club nou zonder leden? Dus dat is natuurlijk wel een uitdaging. Praat jij het liefste de hele dag door over het schikken van bloemen? Of praat je het liefste de hele dag door over het maken van YouTube-video's? Of praat je het liefst de hele dag door over eten en het bereiden van eten? Nou, je kan dat dus in een virtuele groep op Clubhouse doen. Een hele leuke interactie komt daarmee tot stand. Het idee daarvan is wel dat je samen binnen de groep een bepaald doel bereikt. Maar waarom zouden wij moeten wachten op een uitnodiging van Clubhouse? Welke toegevoegde waarde heeft Clubhouse nou voor jou en mij? Hoe kan je goed gebruik maken van dit nieuwe platform? En welke risico's zijn er verbonden aan het gebruiken van Clubhouse? Want als er alleen maar voordelen zouden zijn van een dergelijk platform, plakken er ook geen nadelen aan zoiets? Zoals met elk social media platform of networking platform zijn er heel veel voordelen en nadelen. Ik wil in deze serie met jullie gaan hebben over wat zijn de voordelen nou van Clubhouse. Op het moment dat je lid bent, wat heb je eraan? Kijk, hoe Clubhouse is georganiseerd is eigenlijk heel eenvoudig.
We hebben het over virtuele rooms. Ik sta hier op dit moment in mijn woonkamer. Clubhouse is niet anders dan het faciliteren van het gesprek. Ik kan 10 vrienden uitnodigen, we kunnen hier in deze ruimte aanwezig zijn en we hebben een gesprek. Clubhouse en het platform Clubhouse faciliteert het door middel van een app online. Je kan binnen de club dus gesprekken voeren. Maar zo'n virtuele kamer, hoe ziet dat er nou uit? Ja, die kamers worden over het algemeen ingericht op thema. Binnen die kamers kun je op thema gerelateerde onderwerpen dus helemaal losgaan en discussies voeren. Wat voor soort mensen vind je eigenlijk terug op Clubhouse? Nou, één persoon die Clubhouse echt heeft doen groeien is Elon Musk. Het is bij bemoeienis van Elon Musk dat de wereld plotseling is wakker geworden en deze start-up heeft geslingerd in waar het nu moet zijn. Ja, want met 2 miljoen geregistreerde gebruikers groeit Clubhouse als kool. De gewone mens, jij en ik, ondernemers, celebrities, politici, eigenlijk iedereen vind je inmiddels al terug op Clubhouse. Ook jij kan een virtuele kamer, kan een club starten. Dat zou ik je ook zeker aanmoedigen om te doen. Maar aan het einde van deze serie, dan heb je een goed beeld wat Clubhouse wellicht voor jou kan betekenen. Nou kan het zijn dat je Clubhouse nog niet eens geïnstalleerd hebt op je telefoon. Overigens is Clubhouse op iOS, nogmaals op iOS, voorlopig nu alleen maar beschikbaar. Later zullen andere besturingssystemen daarbij komen. Maar dan ben je nou geen Clubhouse member. En je denkt er wellicht over na om Clubhouse te installeren. Een uitnodiging te accepteren en gebruik te maken van het networking app. Ik wil je zeker adviseren om dat te gaan doen. En waarom? Dus als we kunnen zeggen dat Clubhouse niets anders is dan een platform wat faciliteert dat we met elkaar in gesprek komen. Is wat mij betreft Clubhouse toch wel heel uniek in wat ze hebben gelanceerd. Geen enkele andere app faciliteert alleen op audio momenteel het gesprek. Clubhouse is wellicht ook heel populair geworden door de coronacrisis, want we zaten plotseling allemaal thuis, hè? Vergaderingen, overleggen, moest allemaal vanuit huis worden gevoerd. En ook de behoefte van de mens om sociaal te zijn zien we ook weer terug in het ontstaan van Clubhouse. Want waar wij dachten we hebben genoeg apps om socialer mee te worden, alhoewel het lijkt of we antisociaal worden, anyway, is er kennelijk behoefte aan een dergelijk ding als Clubhouse. Geen probleem. Clubhouse heeft goed ingespeeld op de behoefte wat er momenteel nog niet is. Ik zelf zal je zeker adviseren om uit te zoeken of Clubhouse wat voor jou betekent. Ja, tja, want waarom zou je eigenlijk een Clubhouse member moeten worden? Kijk, niet omdat het er is, moet je plotseling erop springen. Niet omdat het een hype is, moeten wij op die hype springen. Want social media. Ja, kijk, als ik persoonlijk kijk naar mijn eigen social media gebruik, zit ik al vrij genoeg veel op social media. Ik heb Facebook, ik heb Instagram, ik heb LinkedIn. Dat zijn allemaal networking apps. Ik heb er al zoveel. En nu komt Clubhouse ook nog eens de hoek om kijken. Interessant. Wat heb ik eraan? Waar gaat het me brengen? Gaat het me juist tijd kosten of tijd opleveren? Kijk, het zijn allemaal vragen die jij wellicht nu ook al stelt over het gebruik van jouw Facebook. Of het gebruik van WhatsApp, of het gebruik van Snapchat, Insta, noem het maar op, Messenger zelf. Het zijn allemaal manieren om met elkaar in contact te zijn en in gesprek te zijn. Ja? Sociaal te zijn. Kijk, het doel van het adopteren van een nieuw platform of een nieuwe app, daar moet je wel zeker over nadenken. Want het zou heel jammer zijn als Clubhouse een van de vele apps is zoals je die hebt op je telefoon die je tijd verspillen. Maar hoe komen we er? Maar hoe kom je op het platform? Dat kan alleen met een uitnodiging. We gaan naar deel 2 van deze serie over Clubhouse. We gaan het hebben over de invite.
Want zomaar kom je niet op Clubhouse. Je wordt uitgenodigd. Ik ben Find the Creator en we praten over Clubhouse. Zie je bij deel 2.